Good evening, I'm Rena Nine, and this is our Western Edition. Multiple drones bombed Saudi Arabia's largest oil facilities today. And tonight, Secretary of State Mike Pompeo accused Iran of launching the attack and ruled out a claim of responsibility by Yemeni rebels. Ja, het was me weer het weekje wel. Trump die tweet dat de rente naar 0% moet of zelfs negatief. En die Draghi een schouderklopje gaf met zijn opmerking dat hij na een soort oneindige stimuleringsmaatregelen zou gaan invoeren. Dan hebben we nog de ongelooflijke aanslagen op de Saoedische olievelden. Dat is natuurlijk gewoon lachwekkend als je erover nadenkt. Alsof de belangrijkste olievelden ter wereld door een paar drones eventjes gebombardeerd zouden kunnen worden. Dat is natuurlijk volkomen false flag. Het zal wel ermee te maken hebben dat de Saoedi Aramco naar de beurs gaat, dat grote oliebedrijf volgend jaar. En banken hebben dat bedrijf op slechts, tussen aanhalingstekens, $1,5 biljoen geschat. Maar kroonprins Mohammed bin Salman die vond toch wel dat er een half biljoentje bij kon. Ja, en hoe krijg je dat voor elkaar? Door bijvoorbeeld de olieprijs flink te laten stijgen. Nou, en dan zet je een aanslag in scène, hè, met een paar drones vanuit Jemen. Hè, die worden dan eventjes in stelling gebracht. Nou ja, dat is natuurlijk volkomen ongeloofwaardig. Later werd weer Iran de schuld in de schoenen geschoven. Altijd Iran natuurlijk. Hè. Het is niet toevallig dat Iran een van de weinige landen is waarvan de centrale bank nog niet in handen is van de Rothschild-clan. Dus Iran moet altijd eventjes de schuld krijgen. En het slimme van die actie is natuurlijk dat Iran dan ook weer sancties opgelegd kan krijgen. En ook dat is weer erg goed voor de olieprijs. Dus er is weer van alles aan de hand in de wereld. Althans, dat wil men ons doen geloven. En we gaan wel zien wat dat de komende weken gaat brengen. De olieprijzen en de olieaandelen en de hele energiesector, die zal het wel goed gaan doen. In ieder geval begin van de week. Dus laten we eens om te beginnen gaan kijken naar de SPY. Ik had hier nog eventjes OIH, kijken we zo even naar op het scherm. Maar de SPY, en dat geldt eigenlijk voor al die indexen, die komt nu toch wel op een cruciaal niveau aan. Je ziet dat niveau van, wanneer was het, eind juli. Daar zitten we nu aan. En ja, we moeten toch eventjes kijken of dat nu komende week dat niveau geslecht gaat worden. Of dat de koers nu een tikkie terug gaat vallen. Misschien blijft het een paar dagen zijwaarts bewegen. Maar dat gaat er eventjes om spannen. Nou, zoals ik al zei, dat geldt ook voor de andere indexen. Zie je de Q's, de ETF van de Nasdaq zit ook zo'n beetje op dat niveau. En de ETF van de Dow Jones, idem. Zie je, ook hier een beetje bij dat niveau aanbeland. En ook de ETF van de Russell 2000 deed afgelopen week erg goed. Maar ja, ook daar zie je nu dat niveau nu is bereikt van eind juli. En je ziet nu ook aan die pinbar dat daar toch wel wat verkopers in de markt kwamen die de koers weer wat hebben teruggedrukt. Dus wat dat betreft, in alle opzichten wordt het een spannende week. Goud. Daar moeten we natuurlijk nog even naar kijken. Die aandelen die corrigeerden de afgelopen week. Nou ja, eigenlijk ook nog niet echt iets om je heel erg veel zorgen over te maken. Dus eerder misschien een mooi instapmoment. Eerst even wachten tot de koers weer wat bullische trekjes gaat vertonen. Maar dat zou dan een heel mooi moment zijn om wat aandelen in die sector of misschien wel die ETF op te pakken. En zilver, daar geldt het eigenlijk ook voor.
Zilver had vrijdag zelfs een hele slechte dag. Maar ja, je ziet dat MA50 is ook nog stijgend. En even kijken naar de weekgrafiek. Nou, als je dit zo ziet, dan is er natuurlijk niet echt veel nog aan de hand. We hebben natuurlijk eerst een hele mooie stijging meegemaakt. We krijgen nu gewoon eventjes een correctie. Maar al die MA's, MA50, MA20 en de T-line zijn allemaal nog stijgend. Dus ja, het is nog niet iets, niet iets dramatisch. De energiesector, als ik daarnaar kijk, XLE, nou, die zit nog wel in een downtrend. Dit is dan de weekgrafiek. Die heeft het natuurlijk ook niet goed gedaan, die sector. Maar misschien is zo'n aanslag tussen aanhalingstekens een hele goede om de koers een boost te geven. Dus het zal me niet verbazen als de komende dagen de koers naar dat niveau van misschien wel 4,65 gaat. We zullen het zien. En OIH, dus ook zo'n hele bekende ETF van de oliesector, de energiesector. Nou, je ziet, die is ook inmiddels boven het MA50 gekomen, hoewel dat nog wel dalend is. Maar het zal me niet verbazen als daar de komende dagen ook wat bullish signalen tevoorschijn komen. Ik had op mijn shortlist voor de komende week UNP, Union Pacific Corp, de railroads. Je ziet dat de koers de laatste tijd een mooie impuls heeft gehad. En je ziet dat die T-line nu ook boven het MA20 is gekomen. De koers is nu ook voor het eerst sinds lange tijd boven dat MA50 geraakt. Dat is nu van licht dalend naar zo'n beetje vlak. Dus daar zit denk ik de komende tijd nog wel iets meer in het vat. IBM, ik dacht dat ik die laatst ook al eens had genoemd. IBM vind ik er ook wel goed uitzien. Die heeft nu een impuls gehad omhoog. Dan zie je dat die koers een beetje zo terugvalt. Maar de koers is boven het MA50 gekomen, wat al licht aan het stijgen is. T-line boven het MA20, die ook stijgen. Dan hebben we ook nog zo'n bullish pinbar op dit cruciale niveau. Dus we moeten natuurlijk afwachten wat de komende week gaat brengen. Maar als die koers nou bijvoorbeeld, laten we zeggen, hierboven komt. En dan zou dat een signaal kunnen zijn om in te stappen. En dan als stop los, ik zou zeggen iets onder die pinbar bijvoorbeeld. Rond dat MA50. Dus dat zou wel interessant kunnen zijn. En als laatste had ik nog TRV, de Travelers Companies. En daar ben ik toch wel meer bearish voor. Als we naar de weekgrafiek kijken, dan zie je zo'n wat ze noemen een green bar takeout. Je had dus niet de afgelopen week, maar de week daarvoor een grote groene bullish candle. Maar afgelopen week werd die eigenlijk helemaal weer teniet gedaan door die zeg maar bijna net zo'n grote rode candle. Dus dat betekent toch dat de stemming ineens heel erg is omgeslagen. En ja, je ziet ook op de weekgrafiek dat MA50 dalend is. MA20 dalend, die koers eronder. Dus ja, we moeten even afwachten. Een goed instapmoment kiezen. Misschien iets op de uurgrafiek. Het zou mooi zijn als de koers ietsje zou corrigeren. Bijvoorbeeld zoiets. En dat de koers dan naar beneden zou vallen. En dat je dan op dit niveau ongeveer zou instappen. Zoiets rond 145. Maar als we naar de weekgrafiek kijken, dan heeft die koers nog wel wat ruimte. Tot aan, laten we zeggen, de 140. Zoiets. Dus misschien iets voor een bear put. 145, 140. Maar goed. Zoals ik altijd zeg, we gaan nooit zomaar achter een koers aanspringen. We wachten eerst op een geldig signaal en dan gaan we pas iets doen. Even iets anders. Ik ben met een nieuw initiatief bezig. Een nieuwsbrief, een tweewekelijkse beursbrief zou je het kunnen noemen. Waarin ik mijn visie op de beurzen ga geven. Iets gedetailleerder als wat ik hier in de
in mijn zondagse weekwatcher doe. En samen met die nieuwsbrief horen dan ook optie-alerts bij. Dus echt posities die ik zelf inneem, die wil ik dan gaan delen. Maar daar heb ik jouw hulp even bij nodig, om zeker te weten dat ik niks over het hoofd zie. Dus ik zou je willen vragen om een superkorte, echt heel korte enquête in te willen vullen. Die duurt echt maar een paar minuutjes. Die enquête die vind je als je op de link hieronder klikt, onder het filmpje. Ik zal er eventjes een link opnemen naar die enquête. Als je die zou willen invullen, dan zou ik daar enorm mee geholpen zijn. Alvast bedankt. En ik ga daarna antwoorden en vragen in een video behandelen. Dat wordt begin komende week. Als je een duimpje op zou willen geven voor deze zondagse filmpjes, heel graag. Bedankt alvast en bedankt ook voor je aandacht. En ik hoop je volgende week weer terug te zien. Tot dan.